Hallo, ik ga je laten zien hoe je kunt zeggen dat je er bent op de GitLab. In plaats van zo'n intekenlijst doen wij het stoer, we doen het via de GitLab. Nou, de vraag is altijd, waar staat die GitLab? Want de GitLab is soms moeilijk te vinden, dus daarom gaan we eerst de GitHub van de dojo vinden. Dat is van onze cursus. Dan gaan we via daar naar de GitLab inlogpagina. We loggen in, we gaan naar het Ik Ben Er project en zeg even dat we er zijn. De GitHub van de dojo vinden is het eerste wat we gaan doen. We googelen of DuckDuckGo, GitHub, dojo, Groningen. Iets in die geest. Er zijn wel meerdere combinaties van woorden die werken. Nou, deze bijvoorbeeld niet, maar deze wel, de Jonge Onderzoekers Groningen. Hop. Dan komen we op de GitHub van de Jonge Onderzoekers Groningen. We gaan naar dojo. Dit is onze homepage van de donderdagavond bij de Jonge Onderzoekers in Groningen. En nou, daar staan allemaal dingen op, maar het belangrijkste is de link naar de GitLab. Klik op de link naar de GitLab en we zijn er. We zijn dus nu op de GitLab inlogpagina. Dus niet GitHub, GitLab. Op GitLab werken wij. Wij gaan daar inloggen. Nou, ik ben Jonkie. Dat is een niet bestaande leerling. En Jonkie die heeft hetzelfde inlogwachtwoord als jullie. Hebben gekregen, dat staat op het bord. En daarmee gaat Jonkie inloggen. Het nadeel is, nou, wat er nu gebeurt, is: wil je even een nieuw wachtwoord instellen? Nou, dat kan. Dus hier typ je je wachtwoord in wat je nog hebt, wat op het bord staat. En hier moet je twee keer een nieuw wachtwoord invullen. Je kunt zeggen: van nou, ik hou hem gewoon bij hetzelfde, dan typ je twee keer het oude wachtwoord in. Je kunt het ook veranderen, allebei is goed. Nou, ik hou hetzelfde, want het is toch maar een onbelangrijke leerling, want die bestaat niet. Nou, nu moet ik wel opnieuw weer inloggen. Hier staat dat mijn paswoord veranderd is. Nou, dan gaan we opnieuw inloggen met ons nieuwe paswoord. En we zijn er. Nou, Jonkie is een onderdeel van de Pico's. Dat zijn de minderjarige leerlingen die nog niet in projecten zitten. Daar begin je dus. En bij de Pico's gaan we even zeggen dat ik er ben. Ik klik dus erop. Dit is het project Ik Ben Er. En hier staan allemaal dingen. Dit zijn alle bestanden. En dit is de tekst. En de tekst is nog niet zo heel veel. Maar het is dus, nou, Richel is er blijkbaar. Dat zou goed kunnen. Maar nu wil ik even zeggen dat ik hier ben. Nou, hoe moet ik dat instellen? Nou, je klikt op readme.md. Readme.md, je ziet hier het woord weer staan, is het bestand wat hij laat zien. Dus als we klikken op readme.md, nou zoomen we in op dat bestand en we klikken op edit om de tekst te veranderen. Nou, dan gaan we hieronder zeggen, Jonkie. Dat is jouw GitHub-login naam. Je mag ook zeggen van Jonkie of testleerling. Of gewoon je naam. Dus nou, ik doe gewoon mijn naam. Richard, nog een keer. En dan moet ik naar onder scrollen. En ik zeg dat ik er ben. En in dit geval zeg ik Richard, nou, Jonkie. Jonkie is er. En tada. Ik heb mij ingeschreven. Op de lijst. Dus iedereen weet dat ik er ben. Nou, deze video laat dus zien hoe zeg ik dat ik er ben op de GitLab. Ik hoop dat het duidelijk was en ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!